In de ambachtur nemen we je mee naar de werkplaats van een ambachtsman of vrouw. In deze aflevering brengen we een bezoek aan garnierder Frankie. In het eerste deel zagen we hoe garnierder Frankie de stoel grondig inspecteerde en begon aan het herstellen van de zitting. Nu gaat hij verder met de volgende lagen. Dus moesten we hier nu moes opleggen, dan zie je dat die moes op den duur gaat dus door die vering heen drukken. En daarom is er nood aan een tussenlaag. En daarvoor gebruik ik een veld van 4 mm, die dus heel stevig is. Scharen zijn heel belangrijk voor ons, dus hebben we verschillende soorten scharen. Scharen die enkel gebruikt worden om de eindstof te snijden, die perfect knippen. En dan de scharen die nog wat minder scherp zijn, worden dan gebruikt om bijvoorbeeld de basisstof te snijden. Want als we dan met de goede scharen doen, dan zijn die binnen de kortste keren ook bot. Dat is dus mijn schaar die al wat meegemaakt heeft en die dus gebruikt wordt voor de basisstoffen. Voilà. Dus omdat de rand mooi stevig zou zijn en zijn vorm zou behouden, wordt er dus niet met gewone polyether gewerkt, maar wordt er dus met een versterkte rand gewerkt in geperste moes. Ze noemen dat bourrelet. Dus en dat wordt dan maat gesneden en dan zo gekleefd. Dus polyether wordt altijd gezaagd met een typische polyetherzaag. Dat is een zaag met twee zaagblaadjes. Ze doen dat de moes niet gapert aan je zaagblad, wat hij mooi recht kunt snijden. Nu gaan we de harde bourrelet lijmen op de veld door middel van een pneumatisch lijmpistool met speciale lijm die geschikt is om polyether te lijmen. Dus dat is een soort van koud lijm. Dat wil zeggen, de lijm wordt aangebracht, droogt een klein beetje op en wordt dan aangedrukt een keer dat hij droog is. Een keer dat de vluchtige bestanddelen eruit zijn. De lijm voelt nu voldoende droog aan, dus kunnen we beginnen met lijmen. Dus nu hebben we onze mooie rechte randen, waarin dat we dus onze moes moeten doen. En ik heb een beetje gezien qua de proporties van de zetel. Dus denk ik van 3 cm volledig te nemen langs de binnenkant van de cuvette. En dan nog een keer 3 cm erover. En als we dat dan opspannen, krijgen we dan een mooie gebogen zit. Zo'n zetel vraagt een beetje een hogere zit, omdat die zaal vrij volumineus is. Moesten we hier maar 3 cm op doen, dan is die zit veel te vlak ten opzichte van de proporties van de zetel. Dat zou niet mooi zijn, dus moet die wat zwaarder tonen en gaan we wat hoger. Dus nu gaan we even meten wat we nodig hebben. 53, 58. Dus nu gaan we passen en verder mooi afmeten. Dus de diepte klopt nu al en de rest nog een keer aanduiden. Yeah.
En dat ziet er goed uit, dus dat mag er nu ingekleefd worden. Voilà. Dus nu ligt hij stevig vast wat de ondergrond betreft. En nu gaan we hem nog een keer de randen kleven, zodoende dat dat allemaal mooi gelijk is qua hoogte. En dat dat mooi blijft, anders loopt dat weg, moest je dat niet kleven. Voilà, dus de eerste laag ligt erop. Voilà, nu gaan we de tweede laag nemen. Dus dat hij overal een beetje overkomt. En dan mooi afsnijden op de juiste maat. Voilà. Dus de laatste moes hebben we nu gekleefd en kunnen we nu perfect dat hij in de lijn van de ander is afsnijden. Tussen de moes en de eindstof gaan we nog een tussenlaag voorzien van synthetische watten. Dus die tussenlaag wordt dus eerst opnieuw gekleefd, zodoende dat ze stevig vastzit op de moes. En dan wordt ze overal mooi aangespannen en dan gaan we ze vastschieten. Dus nu hebben we de tussenlaag erop gezet. Die dus verhindert dat de ruwheid van onze eindstof de moes voortijdig zou verouderen of beschadigen. En met die tussenlaag is dat veel sterker. Dus en nu gaat de eindstof erop met de vleug mee, want het is een stof met een vleug. Een stof met een vleug betekent dat er een glansverschil in de stof zit wanneer je erover wrijft. We gaan kruislinks te werk. Dus eerst voor achter en dan de twee zijkanten en dan nagelen we verder af. Die stoffeerhamers bestaan in verschillende zwaarten en vormen. Ik gebruik bijna altijd deze omdat die voor mij goed in de hand ligt. Die stof wordt voorlopig vastgelegd met die kleine nageltjes.
dan wordt ze ingedraaid en vastgeschoten met nieten, omdat ze toch achteraf afgedekt worden door onze galon. Dit is een kraantrekker en dat is een hulp om in de hoekjes mooi de stof te plooien. Kijk. Dat is een handig instrumentje, die kraantrekker. Dus nu kunnen we hem definitief vastleggen en inplooien. Dan wordt hij dus geniet. Dus nu gaan we het galonneke vastleggen met siernageltjes zoals we hier gebruikt hebben. En gaat een keer kijken, maar dat is een courant nageltje wat ik heb om dat te vervangen. Dus hier hebben we allemaal siernageltjes. Kijk, dat is hetzelfde nageltje. Hier is natuurlijk wat verdoft door de leeftijd, maar we gaan dus met die nageltjes werken. Dus het galonneke gaan we nu aanbrengen. En we gaan dus de afstand van de nageltjes respecteren zoals dat ze hier zijn. We doen dat op zicht. En we werken dus met een hamertje met een kunststoffen top, zodoende dat de siernagel niet beschadigd wordt. En nu leggen we het voorlopig een paar keer vast, zodanig dat we een mooie rechte lijn hebben. Voilà, zie. Hij zit er goed en hij kan beginnen aan zijn derde leven. Laat je oud elektrisch gereedschap dromen van een nieuw leven. Breng het naar het containerpark of de winkel om samen met Recupel te recycleren.